Ja, vrienden, hebben jullie het gezien? De laatste peilingen. Ja. Waar ik al een hele tijd voor waarschuw. Dat zit er gewoon aan te komen, vrienden. Ik heb jullie gezien? De zetelverdeling voor de Eerste Kamer. Hier, kijk eventjes, stiekem even met me mee. Dan kan je hier een paar dingetjes zien. VVD, die blijft gelijk. 15, ja. En GroenLinks. En die Partij van de Arbeid, die blijven, die winnen weer. Die zitten al op 13. En ja, heb je dat... Kijk, en daar zit het gevaar, vrienden. Weet jullie nog met die formatie? Toen, met die kabinetsformatie. Toen was die kakelende, die was alsmaar bezig met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En die wilden ze maar bij elkaar brengen. En toen zei ze van, nou ja, dan gaan we met de ene en dan gaan we met de andere. En als dat niet lukt, dan gaan jullie maar lekker samen. Dus zij zaten gewoon bij elkaar te kletsen gewoon. En die wilden ze gewoon in het kabinet hebben. Nou, uiteindelijk ging die Rutte daarvoor liggen met het CDA en dat verhaal ging dus niet door. Maar nu krijgt ze de kans via die Eerste Kamer om weer al haar dingetjes over klimaat en stikstof en noem het allemaal maar op, door te douwen via dat GroenLinks en Partij van de Arbeid. Want die hebben weer gewonnen. En dat komt allemaal door de grote steden en ook door de grachtengordel. Want die vinden dat allemaal geweldig. Dus die steunen al dat soort clubjes, dat hele woke gebeuren. En ja, en zo gaat het gebeuren, vrienden. Als het verzet, als het protest in Nederland niet heel snel, maar dan ook, wat ik bedoel, heel snel in actie komt en komen om dit te voorkomen, ja, dan gaat dit gewoon gebeuren. Ja, en dan niet achteraf roepen van ja, nee, ik heb het nu gezegd. Ik heb nu gewaarschuwd hiervoor. Ja, want de BBB, ik heb gekeken, ja, hier kijk daar nou even stiekem mee, BBB, die hebben maar 9 zetels. 9 zeteltjes krijgen die. En dat zijn er niet genoeg, vrienden, om een tegengewicht te maken. Nee, en ja, 21 blijft ook maar steken op 3. Dus dat schiet allemaal niet op. BBB moet groter worden. Jullie in de provincie, al die gasten in de provincie platteland, verzamel jullie in je protest. En zorg dat die alle ballen op Caroline, dat die BBB groot gaat worden. Ja, maak er een hashtag van. Maak die hashtag. Ja, alle ballen op Caroline. Doe het nou. En ga het doen. Want anders gaat dit dus helemaal verkeerd, vrienden. Want als je alles bij elkaar optelt, hè. Gewoon van het kabinet. Van de VVD. Want die wordt ook maar niet kleiner. Dat wil ook maar niet gebeuren. En D66. Ja, die zakken dan wel iets in. En de CDA. En die ChristenUnie. Als je dat bij elkaar telt. Met dat linkse blok. Met die GroenLinkse Partij van de Arbeid. Komen ze gewoon aan 41 zeteltjes. 41 van de 75. Dan hebben ze gewoon de meerderheid. Dan drukken ze alles door. Dus vrienden, hey, ik blijf niet waarschuwen, hè.